150. Weet ik veel. Vijf. Ik lul ook maar wat. Ja? Nou, ik begin helemaal niet. Ik zie allemaal stipjes. Niet in het licht kijken, maar dus. Dat is natuurlijk helemaal niks, hè? Dat is natuurlijk echt, als dat op film is, West, het is gewoon echt een aanfluiting. Goed zo. En zwaai door. Hup. Wesley en Johanna, 8 maanden later. Wesley 66,7 kilo afgevallen, Johanna 48,5. Ik kan het even niet zo snel bij elkaar optellen, maar het is echt heel erg veel. We hebben eigenlijk begin af aan gezegd van ja, 8 maanden is natuurlijk helemaal niks. Vorige obese seizoen was een jaar, wij kregen maar 8 maanden. Evengoed, super uitdaging. Ik denk dat ik heel blij ben met mijn twee kandidaten. We waren in Amstelveen en Marloes kwam en het was gelijk rust en nou ja, alsof we haar al jaren kenden. En het was fijn, hè? Ja. Toen ik ze voor het eerst zag, ja, dan weet je eigenlijk niet hoe je moet beginnen. Nou, ik ben er eigenlijk heel simpel ingestapt. Van nou, ik begin gewoon bij het begin. Heel veel variëren, heel veel groente eten. Nou ja, alles wat we geleerd hebben bij Overload. Ja, de eerste training was wat minder fijn. Ja, je hebt totaal geen conditie natuurlijk. Je weet totaal niet wat je moet doen, wat je inderdaad ook kan verwachten, wat Wesley zegt. De eerste training was ontzettend zwaar. Ik heb een paar keer in de lucht moeten happen. Wat niet heel erg fijn was. Je merkt dat je last krijgt van spieren of van je niet eens wist dat je ze had. Ja goed, we hebben de eerste training toen overleefd. We zijn gaan trainen. Ja, langzamerhand hebben we alles opgebouwd. Niet alleen met de training, maar ook met het eten. Als we kijken naar wat we hiervoor altijd gegeten hebben, dat waren altijd slechte maaltijden, heel makkelijk, een magnetron dingetje, we gingen dingen halen. En nu moest je ineens naar zo'n 1,5 kilo groente op een dag. Met eiwitten en de juiste combinaties. En, dat was ontzettend wennen voor ons. We merkten dat we lichamelijk ook gewoon op een gegeven moment ziek geweest zijn. Ja, toch wel een paar weken. Ja, we hebben een paar weken gehad dat we ons ook echt gewoon niet goed voelden. Omdat je lichaam zo aan het afkicken is van al het eten dat we hiervoor gedaan hebben. En langzamerhand hebben we dat opgepakt en zijn we gezonder gaan eten. Ja. Dat was nogal een dingetje eerst voor ons, want we waren geen keukenprins, geen keukenprinses. Dus ja, hoe gingen we dat een beetje oppakken? Ja, stap voor stap hebben we toch geleerd hoe je op een vrij makkelijke manier toch lekker kan koken. 3, 2, 1, kom op. Kom aan. Wes en Joza echt allebei ongelooflijk gedreven. Super eerlijk en eigenlijk vol overgave deze 8 maanden ingestapt. En ik was een beetje bang dat ergens het schip zou stranden, maar het is gewoon één mooie reis geweest met elkaar. We hebben heel veel geleerd. Ik ook van hun, elke dag, nog steeds. 8 maanden is voorbij, maar eigenlijk wat ik aan Wesley en Johanna heb gezegd, begint het nu pas. Want als je een jaar ziek bent, heb je een maand herstel nodig. Dus als je 20 jaar overgewicht hebt, denk ik dat je minimaal 20 maanden nodig hebt om echt blijvend te veranderen. Dus wij gaan gewoon door.